Last night, I was dreaming about a perfect night. It's about you and me, it's no reality. I know you don't love me, you don't love me, but I can get you out of my mind. Nee, geef niet. Ja. Die handen van de knieën. Van die van nee, maar niet zo helemaal naar de knieën, wel op die dijen, maar niet. Ja, maar dat gaat toch nooit? Dat gaat toch nooit? Dat maar, achter is nooit. Die ene hier en die andere. Maar, die bent hier op zo'n ja, moet je doen, ja. Ja, doen we. Zal ik er ook bij spreken? Ja. Is eigenlijk een kat die sprong, hè? Ja. Zal ik er van die kat ook bij spreken? Ja. Ja? Ja. Moet je langs? Kom maar. Voor de McDonald's, zoals je ziet. PepsiPop is net afgelopen. Ja, het was gaaf, man. We hebben echt heel veel foto's. We hebben heel veel artiesten ontmoet. Ja, Girl Think geïnterviewd, Chris Segers geïnterviewd. Mel B ontmoet, Mel C ontmoet. Wie was het allerliefst? Craig David. Mel B. Craig David. Mel B. Ja, ja, voor mij de Mel B. Maar Craig David echt, ik had hem een knuffeltje gegeven, zo'n schildpadje. Hij vond het schattig. Hij zo, oh, he's cute. En, ja, ja, heel girl thing, het hartstikke graag, leuk, man. Hartstikke leuke meiden. En Craig David ruikt heel erg lekker. Je keek ze heel genoeg. Wat? Toch waar? Taking away from everyone, nobody is left for you to love, but why you? You're just a little kid. You are so alone in this place.
leukste van alles is gewoon op het podium zijn. Het is heel leuk om je foto te maken, om handtekening uit te delen en op de televisie te zijn. En in Engeland dan loop je een winkel binnen en dan zie je eigenlijk op de voorpagina van tijdschriften staan. Maar uiteindelijk, dat is wel heel leuk, maar als je op het podium staat, dus wij deden Pepsi Pop. En wij zagen de hele zaal gewoon, zeg maar, dansen en ons liedje meezingen. En dan heb je echt iets van, wow, shit man, dat is echt gaaf. Op het podium, daar reageer je toch heel anders dan nu? Nee, helemaal niet. Want hoe ik nou ben, zo, dit ben ik gewoon niet echt. Ik ga niet lopen, zeg tegen jullie, ja, zo en zo. En ja, want sommigen doen dat dan. Ja, dat, zo zitten wij dus niet in elkaar. Want als wij dat zouden doen, dan ten eerste zou die andere vier meisjes tegen mij zeggen, hé, waar ben je nou mee bezig? Doe ze even normaal, wees lekker jezelf. En ten tweede, dat kan je niet volhouden. Je kan wel een nep ideeën gaan laten, dat mensen denken, oh, zo zitten ze in elkaar. Maar dan hou je maar een tijdje vol, maar na een paar maanden zien ze de echte jij. En dan val je door de man. Maar op het podium, dan raak je sowieso overenthousiast, want heel de, al die mensen gaan al schreeuwen voor je. Dus dan raak je over, om iets te zeggen, krijg je te veel energie om snel te springen, weet ik veel wat. Dat is, het is, ik weet, ik kon het niet uitleggen, zodra het podium staat. Ja, maar ik begin dus wazig te worden. Beetje wazig dan. Het is te ver. Misschien via licht of zo. Nee, dat valt wel mee. Dat is op televisie mooier dan zo. En elk, dus hier heb ik nu minder dan hier. Dus je moet echt wel met vier een goede midden centraal staan. Ja? Dan dus maak jij kans dat je buiten valt gewoon. Ja. Ja? Voilà, dus nu is die afstand is ongeveer gelijk en dan sta je in het midden. Dus, ja? Ja, nee, nog een dichtje. A little bit you have to fight. Fight for your land, don't worry, why you? You're just a little bit you have to fight. Fight for your land, don't worry, why you? You're just a little bit. There 2 seconds that I'm free, nobody stops me, nobody stops me. These 2 seconds that I'm free, I can almost touch the stars, because skating, that's my life, because I'm free. Martijn, of een beetje, Stefan een beetje meer naar die kant. Nee, het is koud! Doe nog eens? Nou, dat is leuk, hè? Nou, erg enthousiast. Bye, bye! Nou, dat doe ik niet meer, hoor.